op de atletiekbaan zien we atleten met wapperende kleding, met startnummers die alle kanten opschieten, met kapsels, lange nagels. Maar heeft dat nou geen negatief effect op je snelheid? Daar ga ik het vandaag met jullie over hebben. 1/100ste van een seconde, dat is het verschil met de Italiaan. En zo eist de Amerikaans kampioen hier alle aandacht op. Het is me wel een pak dat Griffiths hier heeft uitgekozen. Deel 1 van aerodynamica is natuurlijk geen wapperende kleding. Hè, dat is goede kleding. Dit is een singletje, dat heb ik zelf ook nog aangehad tijdens het Europese kampioenschap. Ja, en dat zie je steeds minder, hè, dat atleten hier inlopen. Dat is dit pak, een tracksuit. Dat wappert ook minder en het zit veel strakker ook om je lijf. Kijk, kleding is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar de tweede reden waarom mensen met die lange nagels lopen en allemaal haar dingetjes hebben, dat is natuurlijk ook vanwege het zelfvertrouwen. Ze willen er allemaal heel erg goed uitzien. Zeker bij de dames zien we dat. Kijk maar naar Shelley en Fraser Price, hè. Prachtig lang haar. One more race here, the relay. What color of your hair? It's gonna be fire. Maar of het nou heel aerodynamisch is, het gaat namelijk om 100ste, om 1000ste van een seconde. En iemand die ons daar alles over kan vertellen, dat is Wouter Terra. Ik werk als onderzoeker bij de TU Delft op het gebied van sport aerodynamica, maar ook, grotendeels van mijn tijd, werk ik aan projecten voor Team NL, NRC en NSF, op het gebied van aerodynamica. Op de 100 meter sprint, dus in de sprintafstanden, heb ik zelf daar nog nooit onderzoek naar gedaan. En er is in de literatuur ook weinig over bekend. Maar we kunnen wel vrij goed kijken wat er in andere sporten gedaan is. En dat vertalen naar de sprint. En als je bijvoorbeeld kijkt naar wapperende haren. Zelf hebben we met schaatsers, eigenlijk op een schaatspop, hebben we metingen gedaan. En dan zie je dat wapperende haren ten opzichte van los haar onder een helm scheelt een paar procent in luchtweerstand. Zeg maar rond de 2%. En dat, als je dat zou vertalen naar de 100 meter sprint, dan zou je zeg maar 2% minder luchtweerstand hebben. En dat betekent dat je ongeveer 1/100ste van een seconde sneller zou lopen. Dat is een beetje wat de modellen die gebruikt worden in de literatuur zeggen. En dat kan je dus echt direct doorvertalen richting een 400 meter. Dan is het dus 4 keer zoveel. Ik vind dat best wel aanzienlijk. Zeker omdat het eigenlijk gratis winst is. Als je al die dingen gaat combineren, hè, dus je gaat in plaats van met los haar, flapperende kleding en lange nagels, daar kan ik niet veel over zeggen, maar het zal ook een heel klein beetje schelen. Als je daar meer aandacht aan besteedt, dus je haren netjes opgebonden en kleding goed strak, kan dat zomaar richting 5% in luchtweerstand schelen. En dan ga je richting 200ste. Dat is dan echt het verschil tussen goud en zilver, als het om zulke kleine verschillen gaat. Bolt, Olympisch kampioen in 1979. En wie is dan de nummer 3? De winnaar van het brons is Lemaitre dan toch. Hoho! Adam Gimeli, dezelfde tijd, maar geklopt. Geen medaille, 2012. En Tjureni Martina, 2013. Vijfde plaats, zit 1/100ste van die bronzen medaille af. Oh, wat jammer voor die sympathieke Antilliaan. Het gaat bij de sprint niet alleen maar om aerodynamica, maar het gaat ook met name om je eitijd als eerste over de finish komen. En wat is daarbij heel belangrijk? Juist, de spikes. Goed schoeisel. Als ik kijk naar deze spike, dan is dit een hele neutrale spike en dat is een lange afstand spike of een middellange afstand spike. He, zoals je ziet heeft hij al bijna geen wicht, dat betekent dat hij bijna niet omhoog staat. Dus hier wordt zeker niet op gesprint, die doen we weg. Dit is een sprint spike. En een sprint spike die is iets zwaarder dan de spike die ik net in mijn handen had, maar nog steeds heel erg licht hoor. En die heeft wel een wicht zoals je ziet. Dus hij staat ietsjes meer omhoog, waardoor je meer op je voorvoeten loopt en daardoor harder kunt grijpen. Dus goed schoeisel is daarbij heel erg belangrijk als het gaat om 100ste en 1000ste van een seconde naast aerodynamica. Wie pakt hier straks het Olympisch goud op die 100 meter? Dus als we het hebben over 100sten van een seconde, waarom dan nog steeds die nagels en die lange haren en wapperende kleding? Nou, dat is 1. Het zelfvertrouwen dat heel erg belangrijk is, hè, om er ook gewoon goed uit te zien. En ja, het scheelt misschien 100ste van een seconde, maar weegt het op tegen het zelfvertrouwen dat je er uiteindelijk van krijgt. Wie zal het weten? Voor de WK kun je met elk kapsel kijken en sprintkleding en de outfit heb je natuurlijk ook niet nodig op de bank. Dus plof lekker neer en kijk wie de sprintnummers wint bij de NOS. En let op de nagels.